Hallo dames en heren en terugkijkers, goed nieuwe video. Ja, ik ben er weer eens met een nieuwe Minecraft serie. Het is zoals je aan de hartjes kan zien, Minecraft Hardcore Survival. Dus ik ben benieuwd hoe lang we dit zullen overleven. Waarschijnlijk ben ik al dood na aflevering 3 of zo. Eerst wil ik dus een crafting table maken. En oh, wat een leuk dat ik hier ook al gelijk aan stenen kan hakken. Was dat goed, dat ook een advancement? Ja, Stone Age. Ik heb een tijd geen video's gemaakt. Kwam misschien ook omdat ik even weg was. Ik was even op een soort van taalkamp. Ik hoop dat die boom nog wat appels of zo gaat droppen. Waarschijnlijk wel. Oh ja, ik heb ook nog een soort van Optifine geïnstalleerd. Hiermee kan ik inzoomen. Kijk, ik kan nog mooi genieten van de bloemetjes. Ik had ook shaders geïnstalleerd, alleen ik wou de eerste aflevering niet met shaders doen. De volgende aflevering misschien wel. En dan kunnen jullie achterlaten in de reacties of jullie dan met shaders willen zien of niet. Als ik het niet vergeet in de volgende aflevering te doen, kan zijn dat ik het ook vergeet tegen dan. Wat mijn doel is eigenlijk om gewoon niet dood te gaan. En als de draak en de draak is verslagen, dan ga ik gewoon nog verder. Ik krijg gewoon verder tot ik basically dood ben. En ja, dat is hier een furnace. Ik weet nog niet zo goed wat ik moet doen. Ik kan misschien de buurt wel verkennen. Hier vind je meestal bij die bergen vind je nog een paar stukjes kool. Misschien kan ik dat hier ook vinden. Zo krijgen we ons eerste wol. Pompoenen. We zeggen dat pompoenen zeldzamer zijn dan diamonds. Dus ja, tegen pompoenen zeg ik geen nee. En ik toch wel genoeg eten heb voor misschien de eerste twee afleveringen, al als ik dit nog ga koken. Ik heb al wat damage gekregen, maar het is er geen UHC gelukkig. Oh, appel! Het is geen UHC, maar toch ben ik heel erg blij met appels. Laten we even alles meenemen en verder gaan op avontuur. Ik hoef hier niet meer te zijn. En als jullie ook de seeds willen weten, dan laat het dan even in de reacties. Ik heb ook nog eens oh ja, ik zie kool. Ik heb ook een beetje iets aangepast aan instellingen van OBS. Beeldkwaliteit een beetje aangepast en ik vraag me af, zien jullie ook meteen het verschil? Of zien jullie totaal geen verschil? Want dit hoort, als het goed is, beter te zijn. Maar ja, dat is ook een advancement. Vraag me af, hoeveel advancements zijn er in totaal? En denk je, ga je nu echt hier al het kool meenemen? Oh ja, natuurlijk. Ja, dit koolhuis kan wel weer hier liggen. Dat is gewoon van één ader waar ik alles wil meenemen. Als je hier zo onder de bomen springt, ga je even sneller. Als er zo twee blokjes hoog is. Ik hoop dat ik hier wat eieren vind. En liefst niet te veel mobs. Oh ja, volgens mij is het ook zo, ik weet niet zeker. Maar bij deze, dit ding, als je een toortje in je hand houdt, dat het ook een beetje een soort van licht geeft. En als je dan hoef je niet steeds een torch te plaatsen om licht te hebben. Kan je ook gewoon met je torch rondlopen. Dit lijkt me wel een leuk plekje, alleen ik zou misschien ook wel iets hebben waar ook koeien zijn. Dus als er nog koeien zijn, is het een goed plekje. Nog eens pompoenen. Ja, ik begin toch te twijfelen of pompoenen daadwerkelijk zeldzaam zijn. Ik denk het beste wat we nu te kunnen tegenkomen is een village. Of een lavapool zou ook handig zijn. Ja, ik zie koeien. Dus laat ik hier aan even misschien al mijn beest gaan opzetten dan. Een mooie plek. Daar zo heb je het water. Daar heb je het woud. Wat bergjes. En het wordt al donker. Maar ik voor de zekerheid in mijn bed. Ik wil een kleurtje hebben. Geel is goed genoeg. En mijn geel plet. Misschien kan ik de koeien opsluiten. Ja, ik doe ook even. Gat maken. En dan gewoon induwen. Ja. Val eens even in het gat. Voilà. Dit is dan onze koeienfarm. Even veel ladders maken. En nu doe ik iets waar waarschijnlijk heel veel Minecraft spelers helemaal niet tegen kunnen. Ik mijn rechts naar beneden. Dus ja, ik
doe het gewoon. Het zou wel grappig zijn als ik dan ook hierdoor in de lava val. Maar de kans is wel klein en het is gewoon, ik doe het met twee blokjes. Als het per één blokje naar beneden gaat, dan ja, is het minder veilig, maar met twee blokjes is het wel wat veiliger. Je moet gewoon zien dat je ook nog je ladders niet vergeet. Het zou wel balen zijn als je helemaal beneden zit en dan erachter komt dat je helemaal geen ladders hebt. Oh, wow, wow. Hier vind ik al direct iets. Zou ik naar beneden gaan? Ja. Wacht, ik doe even hier nog een blokje. Kan ik hier veilig landen? Oh ja, in het water spawnen toch geen mob zijn. Wauw, is dit serieus alles? Ik had toch wel iets meer verwacht, eerlijk gezegd. Ik moet eigenlijk tot level 11 zitten. Dat is mijn favoriet niveau voor diamanten. Oh ja, ik ben ook wel benieuwd als ik met shaders zou spelen, hoe de nether eruit zou zien. Want ik heb al eens gespeeld met die shaders in de gewone wereld, maar ik heb nog niet gezien met die nieuwe nether. Even slaapje doen. Oh, ik zie Enderman. Wil ik ze aanvallen? Ik wil uiteindelijk ook naar de... Oh jee, ze zijn er al, creepers. Toch wel een van de grootste vijanden in hardcore en snel slapen. Wat ik even wil doen, die andere mobs respawnen toch wel. Oh nee. Behalve de creepers. Door andere mobs te verbranden. Maar de creepers niet. En Enderman. Oh nee. Doe nog best veel damage. Even verstoppertje spelen achter de boom. Oh nee, nou, oh nee, nee, nee. Wegrennen. Enderman is al weggeteleporteerd, helaas. Misschien kan ik hem nog ergens in de buurt vinden. Oeh, bone meal. Altijd welkom. Wat ook wel handig is om te doen. Armpje op te zetten, zet ik dan maar hier zo zeker. Ja, het is misschien nog wel een heel krap. Oh jee. Dat is echt de ja, onhandigste plek voor een creeper. Ik moet deze farm even voorzichtig uitbreiden. Ja, die koeien mag ook wel in. Val erin. Ja. Nu nog richting deze kant uitbreiden. Nu is het toch wat meer leefruimte. Altijd misschien is het best handig om eerst de onderste bak weg te halen en dan de bovenste. Anders kunnen de koeien er nog uit. Ja, voor nu is dit wel even groot genoeg. Ik kan later natuurlijk ook altijd uitbreiden. Even aan deze kant wat... doortjes. En hier nog in de farm zelf ook. Te voorkomen dat er daar mobs gaan spawnen. Oh ja, mijn stenen pickaxe is bijna kapot. Ik heb weer een nieuwe nodig. Ik wou bijna zeggen, ik ga proberen dit seizoen ook wat meer geordend spelen. Met mijn inventaris geordend te doen. Maar ja, ik weet zeker dat het toch sowieso. Dat ik het toch niet ga volhouden. Dit heb ik niet meer nodig. Dus kan ik nog even gebruiken om. Wat vlees te koken. Nou, weer verder de mine in. Oh, ladders. Dat is wel belangrijk. Ik heb nog geen zwaard, maar voorlopig gebruik ik wel een bijlenzwaard. Ja, ik heb even denk ik wel iets te veel fakkels geplaatst. Zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Oh, eieren. En de pickaxe is kapot, dus tijd voor de reserve. Zou dit genoeg ladders zijn? Laten we voor de zekerheid nog eentje weghalen. Of ik nog zeker uitkom. Oh jee. Net een ladder tekort. F. Het zou wel leuk zijn als ik het record sta volgens mij op 5 jaar lang in een survival wereld. Of een hardcore wereld te spelen. 5 jaar lang is het record. Maar het zou wel leuk zijn als ik dat verbreek. Maar dat gaat sowieso niet lukken. Ja, ik ben al blij als ik het 5 weken is ofzo. Maar als ik nu 5 jaar moet overleven. Meer dan 5 jaar. Dan ben ik ook nog bezig tot 2025. Ik ga wat leuks doen voor mijn koeien. Ze zullen er waarschijnlijk wel mee blij zijn. Ik heb wel 3 koeien, dus 1 koe is even de peanut. Ja, volgende keer krijg jij ook wel wat. Ik moet nog wat sugarcane gaan planten. Ik dacht, zou ik ze daar gaan planten? Maar dat is veel te ver, vind ik.
Dus waarom niet hier? Dus ik haak dit weg. Dan kan ik hier wat sugarcane bij planten. Het is tijd voor de iron pickaxe. Ik wou net een schild maken, maar dan kom ik erachter dat ik helemaal geen hout genoeg heb. Maak je geen zorgen, mensen die van de natuur houden. Ik plant de boom mooi terug. Maar het zou wel grappig zijn als ik dan net de laatste die ladder niet haal. Als ik helemaal van boven naar beneden wil springen en dan ik zo net de ladder niet haal. Het zou wel grappig zijn. Voor jullie dan, niet voor mij. Of ja, misschien kan ik later dan ook wel mee lachen. Oh ja, we zaten op laag 12. Oh ja, 12 is ook goed genoeg. Het zou nog best kunnen dat ik in deze aflevering diamonds vind. Alleen, ik schat de kans wel klein. Ik ga niet zo heel erg lang meer verder mijnen. Ik wil gewoon een beetje een begin maken, dus ik kan hier ook nog een tunnel. Oh nee, 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 creeper. Wegrennen. Oh, als ik explodeerde net als ik boven kwam, dat was weer aan het einde van een serie geweest. Maar als ik doodging, ging ik waarschijnlijk dan toch weer door met al mijn seizoen 2 of zo. Oh, veel zombies zijn er wel niet. Had hij nu net een aardappel gedropt? Ja, een aardappel. Mooi. Al die advancements in de chat. Maar dit was het dan. Bedankt voor het kijken naar de video. En dan zie ik je weer terug in de volgende aflevering. Doei doei!